allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben echt mega excited over deze video, want ik ben voor de allereerste keer naar een plantenoutlet geweest en het was echt super tof. Ik heb me daar heel goed geamuseerd. Ik heb heel wat leuke dingen gevonden en ik dacht dat het wel leuk zou zijn om daar een video over te maken met een aantal foto's van de outlet zelf en dan natuurlijk te tonen wat ik heb gevonden en meegenomen naar huis. En voordat ik toon wat ik allemaal heb gevonden, ga ik daar een klein beetje uitleg over geven. Omdat er toch een paar van jullie hadden gereageerd van kan je laten zien waar dat is, hoe vaak dat ze dat doen, hoe dat het concept in elkaar zit. Dus dat ga ik eventjes uitleggen. Het was dus een plantenoutlet in Wolvertem bij Bloemencentra Robberichs. En dus dichtbij Meissen is dat dan. Was voor ons maar 20 minuutjes rijden, dus dat was eigenlijk niet zo ver. Want ik heb ook gezien dat er echt mensen vanuit Nederland naartoe zijn gekomen. En er stonden ongeveer 10.000 mensen geïnteresseerd op het evenement. Dus ik had wel wat schrik dat er veel file ging zijn. Maar al bij al viel dat eigenlijk nog wel mee. Het was de vrijdag, zaterdag en zondag. En wij zijn zaterdagochtend geweest. Ik denk dat we daar waren tegen 10 uur ongeveer, denk ik. En we hadden heel veel geluk voor parking, want we stonden redelijk dicht geparkeerd. En als we daartoe kwamen, stond er dus al een hele rij file. En hebben wij direct een karretje genomen. Ik ben trouwens met 2 vriendinnen van mij geweest, dus we waren met 3. En wij hebben ongeveer een 45 tot 50 minuten file gedaan. Wat uiteindelijk nog bleek mee te vallen, want de dag ervoor, dus de eerste dag, de vrijdag, was er file van echt soms een uur en een half aanschuiven. Op zich ging het nog wel snel. Kent je het, als je daar niet alleen bent, je kunt babbelen met de mensen die rondom je staan, want iedereen is toch aan het wachten. Dus dat viel uiteindelijk wel mee. En dan eens dat je binnen bent, ze laten ongeveer een 10-tal personen binnen per keer. En het is niet het concept van 10 binnen, 10 buiten. Het gaat eerder over de mensen die binnen zijn van de winkel zelf geven door aan die vrouw dat buiten staat, die echt de hele dag buiten staat, respect. Geven ze door van ja, het is wel rustiger, je mocht er terug binnen laten. En laten ze er dus 10 per keer binnen. Mede ook waarom dat er zo'n file is. Ik vond dat persoonlijk niet erg, omdat je dan in de outlet zelf meer op je gemak kon kijken. Omdat ze ook zeiden van ja, als we iedereen tegelijkertijd binnen gaan laten, dat gaat. Maar wie gaat er als eerste sneuvelen, is dat planten. En ze zei ook van ja, iedereen is hier toch voor leuke planten te vinden en niet allemaal beschadigde planten, omdat we allemaal tegenlopen. En dat was ook zo, ik kon echt redelijk op je gemak kijken. Er was heel veel, ja, wel heel veel volk binnen, maar niet om te zeggen van amai, ik kan hier niet ademen of zo. En we hebben ook gezorgd dat we altijd ons karretje niet onbewaakt lieten, want ik had ook gelezen dat de dag ervoor mensen echt uit andermans karren hebben zitten te pikken omdat ze die plant niet meer vonden, wat ik eigenlijk niet oké vind, maar oké. En dus eerst moest je door een stuk buiten planten, dat hebben wij overgeslagen omdat we geen buitenplanten nodig hadden. En dan kwam je dus in het deel van de outlet zelf. Ik heb niet gefilmd, want er was echt veel te druk. Je werd continu een beetje zo geduwd langs alle kanten, omdat iedereen die plant wou hebben. Dus ik heb een paar foto's genomen, die ik even allemaal in beeld zal laten komen. Maar het zijn dus allemaal heel veel rekken met allemaal planten gestapeld. En de prijzen gingen ook per kleur van bol dat er was opgeplakt. Dus je had planten van 1, 2, 3, 5 en 10 euro. En dan als het er opgeschreven was, was het dan ja, voor grotere planten is dat natuurlijk duurder. Stond er een eigen prijs op. Maar ik vond dat het kleurensysteem wel goed werkte, omdat je dan van ver al kon zien hoeveel iets ging kosten. En voor de rest, ja, viel eigenlijk redelijk goed mee. We zijn denk ik ongeveer een uur binnen geweest met ons 3. En ik ben mooi binnen mijn budget gebleven, dus daar ben ik blij mee zonder het echt uit te tellen. Er waren heel veel mooie planten, ook wat uniekere planten, maar daar waren de meeste kleinere varianten al van verkocht op de vrijdag, wat natuurlijk te verwachten was. Dus nu bleven de heel grote nog over, van 350 euro en zo. Dus dat is wat buiten budget. Maar wel heel mooi om eens naar te kijken en eventueel een paar foto's van te nemen en zo, dat heb ik ook gedaan. Maar we hebben eigenlijk alle 3 heel hard ons goesting gevonden. Aan de kassa was er ook niet super veel file, doordat het ook altijd in groepjes was. Dus we hebben eigenlijk niet super lang moeten wachten. Je kon ook met bankcontact betalen, dus dat was allemaal oké. En het was eigenlijk de derde keer dat ze die outlet hadden georganiseerd. De eerste 2 keer was het totaal niet zo druk. Want er stond een meisje achter ons en die was de eerste 2 keer al geweest. En die zei, ja, toen kon ik gewoon binnenwandelen.
in plaats van een uur file te doen. Maar ik denk dat dat is van hoe vaker ze zoiets doen. Als mensen dat weten, komen daar meer mensen naartoe. Je neemt iemand mee. En ik denk dat zij als plantencentra wel heel blij zijn dat er zoveel volk naartoe komt. Want ze hadden ook wel heel veel planten ingeslagen. En ze vullen ook elke dag planten bij. Behalve de uniekere planten, omdat ze daar maar een x-aantal stuks van hadden. Daarvoor moest je echt wel de vrijdag komen als je kon. Zoals ik al zei, dat dan de grotere overblijven van een heel groot budget. Dus ja, daar moet je wel voor zijn. Maar algemeen waren er echt wel genoeg planten voor iedereen. En ze gingen elke dag aanvullen van die dat ze er nog in stok hadden. Dus het was niet dat je zoiets had van ik moet grijpen, want ik ga er hier geen meer vinden. Je had ook echt sommige soorten op 3 verschillende plaatsen. Dus uiteindelijk viel dat wel allemaal mee. En dan gaan we nu laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Ik ga niet per prijs benoemen, ik ga gewoon op het einde zeggen wat ik ervoor heb betaald algemeen. Omdat dat met die bollen is en ik ben al de helft vergeten welke kleur voor welke prijs stond. Ik heb ook voor heel veel een bloempotje gekocht. Dus dat zit erbij in de prijzen. Bloempotten waren trouwens niet in outletprijs. Maar ik had wel het gevoel dat ze iets goedkoper waren. Ofwel zijn hun potten algemeen goedkoper. Dat kan ook. Maar ik had dus niet het gevoel dat ik heel veel voor een pot aan het betalen was. Wat ook wel altijd handig is. Dus genoeg gebabbeld. We gaan eraan beginnen. Ik ga de naam van de plant in het scherm zetten. Omdat sommige al in een pot zitten. En dan moet ik beginnen zoeken voor die naam. En ik kan dat niet uitspreken. Dus we zetten het gewoon in beeld. We gaan beginnen met een paar kleintjes. Want je kon ook minis kopen. Daar weet ik dan wel weer de prijs van. Want dat was niet zoveel. Allereerst is dat deze hele mooie. Met heel wat kleurvariaties. En daarbij heb ik ook dit potje gekocht. En dan zo één plantje is 1 euro. De minis waren allemaal 1 euro. Wat ik uiteindelijk wel oké vind. Want je krijgt eigenlijk nog wel redelijk veel voor een mini te zijn. En ik vond dat wel super cute. Heb ik nog 1 mini? Ja, ik had 2 minis. En dat is deze. Dus je ziet, hier staat een bol op. En grijs was 1 euro. Dus zo werkte het. Dit is de mini. Met allemaal mooie stipjes op en heel veel kleurschakeringen. Dus je ziet, het is echt wel een klein in vergelijking met mijn Monstrea. En ik heb gelezen dat deze wel een iets moeilijkere plant is, maar dat die heel veel vochtigheid kan gebruiken. Dus misschien dat ik hem in mijn badkamer probeer te zetten. Maar ik vond hem wel heel, heel mooi en heel veel kleurschakeringen. En heel veel blaadjes. En de volgende die ik zal tonen is mijn Calathea. Maar de exacte variant zal ik er even opschrijven, want ja, je hebt verschillende Calatheas. Dat is deze, die is eigenlijk redelijk groot. Als je ziet, dit is mijn hand. En zo een blad is eigenlijk echt wel de grootte van mijn hand. En die krijgt ook al verschillende nieuwe blaadjes. Zo ziet het blad eruit. Ik denk dat de meesten van jullie wel weten hoe een Calathea eruit ziet. Ik heb verschillende Calatheas en die doen het bij mij heel goed. Mijn vriend en ik vinden dat ook super mooie planten. En ik denk dat deze iets van een 10 euro was, denk ik, als ik het me goed herinner. Wat echt wel een oké prijs is, want hij is echt wel heel mooi, vol en groot. Ik heb gezocht naar de mooiste die ertussen zat, want je hebt natuurlijk ook minder vallen voor dezelfde prijs. Wat ook wel ergens logisch is. Maar deze vond ik echt heel, heel pretty. Daar heb ik geen pot bij gekocht, want daarvoor had ik nog een pot hier staan. Maar dus deze heb ik dan ook meegenomen. Volgens dat hier staat, moet je eigenlijk een beetje visualiseren. Ik heb niet de poto's erbij gekocht. Die heb ik er zelf in gestoken gisteren. Maar ik heb wel het proefbuisje gekocht. Mijn vriend en ik wilden heel graag eens proberen om van een plant wortels te zetten. En die dan voller te maken. En we hebben de plant genomen waar eigenlijk al de meeste langere takken aan zijn, zeg maar. Voor het eens te proberen. Dus ik heb eigenlijk gewoon het proefbuisje en het houten houdertje gekocht. Vond ik wel echt super, super mooi. Ik had er misschien een paar extra mogen meenemen. Ik heb er maar eentje meegenomen. Daar heb ik misschien wel ergens spijt van. Maar dat staat dan ook wel heel cute. Dus we hebben een klein projectje gestart. Dan heb ik nog 3 planten. Want ik heb in totaal 6 planten gekocht. En dan het proefbuisje. Dus ik vind dat ik me nog redelijk heb ingehouden. De volgende is deze, die heb ik dan met pot gekocht. We wilden graag een plant die wat ook wat meer kleur had.
Dus hebben we voor deze gekozen omdat die eigenlijk altijd de randen met kleur heeft en dan sommige bladeren zijn ook wat meer rozig. En die was ook wel heel mooi gevuld al. Ik zal hem iets dichter tonen. Zo ziet hij eruit. Echt heel, heel schattig en het staat ook heel mooi open. En ik heb er gewoon een simpel zwarte pot bij gekocht omdat ik dacht, ja, met dat roos, dat gaat het mooiste staan. Een simpele zwarte komt ook voor daarna, als die groter wordt en zo en je moet verpotten, dan komt zo'n zwarte altijd wel van pas. Is wel een klein beetje tijdens een transport wat moeite gehad, maar hij gaat het wel overleven. Ik heb er dus ook dit potje bij gekocht. Dat lijkt zo precies zo een zak, wat ik wel heel leuk vind, met dan plastic aan de binnenkant. En dit is de plant, mooi wit met groene details. Hele mooie nerven. Niet te groot, een heel schattig plantje. Ook heel cute. En dan mijn laatste is eigenlijk mijn grootste van allemaal. En daar heb ik een terracotta pot voor gekocht. Met ook zo'n terracotta onderstuk, zeg maar. Ik zal het zo even laten zien, dan kan ik het onderstuk even wegdoen. En dat is deze hele mooie. Het is een Afelandra botanica, is het, als ik het juist kan uitspreken. En het lijkt eigenlijk een beetje een mini boompje. Die is ook wel redelijk groot en heel mooi vol. En zo kan je wat beter de structuur zien van de plant. Ik heb echt wel gezocht naar eentje die al mooi vol was. Want je kon die ook in kleinere variant hebben. Maar die waren er niet meer, dus ik heb gekozen voor een groot en die was eigenlijk niet zo duur. En die vind ik dus ook een hele mooie bladtextuur hebben. Die is zo wat glanzend zacht, met hele mooie nerven in. En die krijgt ook 6 weken per jaar een hele mooie gele bloem. Dus dat is ook wel spannend om te zien. En dat is dan eigenlijk alles wat ik heb meegenomen. Dus ik kan wel weer een tijdje voort. En voor dit alles heb ik samen met de potten die ik heb gekocht, heb ik 48 euro betaald. Wat ik eigenlijk wel echt een oké prijs vind. Dus ik vind dat ik daar echt niet heb mogen over te klagen, zeg maar. En ik denk, moesten ze er nog eentje zoiets organiseren binnen een half jaar, een jaar, zou ik echt wel teruggaan. Gewoon ook kijken wat er allemaal is aan hele toffe prijzen. En misschien zien voor dan eenzelfde soort dat ik aan het samenplanten om hem groter te maken, die dingen. En zoals die minis, die groeien wel heel goed normaal. Dus dan is zo'n 1 euro mini het echt wel waard. Dus dat was het. Als je eventueel ook naar de plantenoutlet bent geweest, laat me dan zeker weten wat jij hebt gekocht. Of dat je ook iets hebt gewonnen, of dat je lang file hebt moeten doen of niet. Vind ik altijd super leuk om te lezen. En als je niet bent kunnen gaan, dan is dit misschien een video om uit te maken of dat je misschien in de toekomst wel eens wilt gaan of niet. En dan ga ik hierbij de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke en interessante video vonden. En dan zie ik jullie graag in mijn volgende video terug. Doei!